Isabelle de Lobel en Olivier Schönfelder uit Frankrijk. Een thuiswedstrijd voor hen. Ze staan tweede na de verplichte dans achter Denkova en Stavisky, de huidige wereldkampioenen uit Bulgarije. En dit is dus hun versie van de tango. Passen naast elkaar, waar veel dansers heel veel problemen mee hebben. Karakter, maar de elementen zijn voortreffelijk. Hier in Turijn, de laatste jaren altijd, behalve dan de bronzen medaille bij het EK in 2005, altijd net naast het podium. Heel knap is. Ja, toch een super danser van de Lobel en Schönfelder, die voor deze dans 59,25 kregen. En dat is ongeveer 2 punten minder dan hun beste score die ze in 2003 haalden. Dus daar zit nog wel een tijdje tussen. Ze werden trouwens derde in Rusland. En met 24 punten gaan zij dus ook door naar de finale in Sint-Petersburg. De Lobel.